Nou, het probleem is dat hier allemaal poep op deze auto zit. Dat komt van luizen en dat valt hier uit die boom vandaan. Als het heel intensief is en het is warm weer, dan schijten ze massaal op je meubels of op je auto. En als dat een paar dagen duurt, dan komt er een schimmeltje. En dat schimmeltje, dat vestigt zich op de poep. En dat is heel hardnekkig. Dat krijg je er maar heel slecht af. Ziet u wel eens op uw auto een soort van zwart plakkerig laagje ontstaan? Ja, weet u wat dat is? Nee, geen idee. Luizenpoep. Oh, lekker. Het is luizenpoep. Luizenpoep. Luizenpoep? Ja. Nou, maak even schoon dan. Nou, Hans, even, wat is de luis? Wat is de boosdoener? Luis? Nou ja, dan moeten we even dichterbij kijken. Het zijn minuscuul kleine beestjes. Oh, hier lopen de doerakken. Hier. Die lichtgroene vlekjes? Ja, die lichtgroene vlekjes. En als de temperatuur iets hoger wordt, ja, dan vermeerderen ze zich massaal. Dus je kan je voorstellen dat straks het publiek weer zich meldt van ik heb een plakkerig meubel. Kunnen jullie er wat aan doen? Maar dat zit er eigenlijk niet in. Gif werkt te goed. Ook welkome boomdiertjes gaan daar dood van. Er werd geëxperimenteerd met een knoflookmengsel, maar dat bleek niet effectief. En het uitzetten van lieve heersbeestjes als luizenmoordcommando's werkt, maar is te omslachtig. Alles wat we geprobeerd hebben is een beetje effectief of helemaal niet. Dus verweer is zinloos. Ja, precies. En we moeten dat gewoon aan de natuur overlaten wat dat betreft. Het enige echt effectieve wapen is dan ook een positieve blik. En dan poepen ze massaal op uw spulletjes en uw fietsen. Vindt u dat een vies idee? Of vindt nee, u dat helemaal niet. Nee? Nee. Okay. Een beetje schoonhaal. De bomen hebben ook een lekkere geur als het bloeit. Dus je moet ook de voordelen ervan inzien. Ah. Toch?